Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Barcelona carrière aflevering. En vandaag gaan we weer vier wedstrijdjes spelen, waarvan drie met Barcelona en eentje met Brazilië. Hier kan je de stand zien. We staan met negen Welcome wedstrijden, everybody. Adam met Smith negen alongside gewonnen me, Martin wedstrijden Tyler. Nice to bovenaan. have Geen you één along for the verloren, geen één ride. gelijk. Dus dat gaat goed. We gaan hier spelen thuis tegen Sevilla. We spelen vandaag met ons B-elftal. En die ziet er als volgt uit met Lafon op goal, Roberto Gomez, Umtiti, Digne, Suarez, Gomez en Sanchez, Mané, Alcacer en Hazard voorin. Dan gaan we kijken naar Sevilla. Wat zien we daar? Chrome Daily staan we daar op links. Ibora, Ben Yedder. En verder Rami achterin. De rest ken ik allemaal nog niet zo goed om eerlijk te zijn. Maar goed, we spelen dus met een 4-5-1. Vrij verdedigend. Hopelijk gaat dat Turnover there goed that we didn't komen. expect. We zitten in de 10e minuut. Hier wordt Alcacer aangespeeld door Hazard. Hazard loopt door. Krijgt een hele grote kans. 1 op 1 op de keeper. Maar die keeper houdt hem eruit. Hazard natuurlijk niet heel goed ingeschoten. Maar goed, toch een goede reflex van de keeper. En zo blijft het 0-0. En we hebben het lastig met Sevilla. Dat kan je hier wel zien. Hun in de aanval en het is al bijna rust. Het is aan het eind van de eerste helft. Sevilla komt er ook niet echt doorheen. Probeert van alles. Krijgt hij die bal toch in het midden? Spelen sterk aan de bal. Gaat de man voorbij. Gaat schieten. De bal wordt geblokt. En zo krijgen we een corner. Corner genomen door Sarabia. Maar het is geen beste corner. Het is een hele slechte corner. We zitten in de tweede helft inmiddels. Hier ook Mbappé ingevallen. Munir ingevallen. Krijgt hier de bal. Een levensgrote kans. Maar die gaat voorlangs. En zo blijft het in de 80ste minuut alweer nog steeds 0-0. En dan kan je toch wel merken aan het gebrek aan hoogtepunten dat dit een lastige wedstrijd was. Hier dan Mbappé. Mbappé schiet. Maar dat is een heel slap schot. Makkelijke prooi voor de keeper. Dan in de blessuretijd krijgen we corner tegen. Goede corner wordt net voor langs gekopt. En daar was ik toch wel heel blij mee. Zo blijft het 0-0. En is het eerste puntverlies daar. Hebben we een wedstrijdje gelijk gespeeld. Kan op zich geen kwaad. Maar goed, je wint natuurlijk gewoon veel liever. Dan Champions League tegen Schalke. Gaan we met onze allerbeste opstelling natuurlijk het veld in. Met Donnarumma, Bellerin, Piqué, Alderweireld, Alba, Verratti, Busquets, Pogba, Messi, Suarez en Neymar. Die gaan het voor ons doen. Dan gaan we ook even naar de opstelling van Schalke kijken. En daar zien wij onder andere Heuwedes staan en Bolo op rechts. Stambouli en Huntelaar staan natuurlijk in de spits. Dus ja, een 3-5-2. Toch wel een stuk aanvallender als het Sevilla waar we net tegen speelden. Dus hopelijk kunnen we ook wat meer ruimte krijgen en daar ook gebruik van maken. Hier Neymar gelijk al in het begin van de wedstrijd. Met een voorzet richting Messi komt niet aan. Dan Verratti hier al met wat ruimte schiet. Goede redding van die keeper. En zo blijft het dus 0-0. Corner zou vervolgens niet gevaarlijk worden. Hier dan Verratti. Ziet daar Suarez staan. Suarez schiet. Maar weer die keeper die hem eruit houdt. Dan hier zo Piqué die zich verslikt. Schotje van Schalke, maar die gaat over. Zo blijft het nog steeds 0-0. Dan hier ook Suarez aangespeeld. Gaat dribbelen, wordt neergehaald. En krijgt een vrije trap. De speler van Schalke krijgt geel. Maakt niet meer dan terecht. En dan krijgen wij een vrije trap. Neymar gaat erachter staan. Vervolgens zegt Messi: wat op you, ik ga hem nemen. En dan moet je het waarmaken natuurlijk als je Neymar wegstuurt. En dan is het Messi en die krult die bal heerlijk langs de muur. Zo in de goal. In de goal. En zo is het 1-0. 28e minuut. Keeper eindelijk geslagen. Goeie vrije trap van Messi. Langs de muur. En ja, niet helemaal in de kruising, maar wat scheelt het. Mooi gedaan. Buiten bereik van de keeper. Mooie vrije trap van hem. Dan, bijna eerste helft afgelopen, krijgt Schalke hier ook een goede kans. Met Donnarumma houdt die bal uit zijn goal. Zo blijft het 1-0. Dan Busquets hier ook aangespeeld naar Neymar op Suarez. Suarez ziet Pogba, prachtige paas. En ja, uiteraard scoort hij, want hij is echt goed in vorm. Pogba scoort veel. Goed doorgelopen en mooie paas ook van Suarez hoor. Hier nogmaals, Suarez draait, goed binnen doorgegeven en het is 2-0. Mooi gedaan.
Lekkere goal. Dan, hier ook. Is het Huntelaar? Nee, dit is niet Huntelaar. Dit is Huntelaar. Krijgt een 1-2 en wordt geschoten. Maar helaas, die bal gaat over voor Schalke. Het blijft vervolgens 2-0. Zal verder niet veel meer gebeuren. Zien wij dat Messi de man of the match is geworden. Met zijn goal. Mooie vrije trap natuurlijk. Verder Pogba gescoord. En Suarez dus een assist. En gaan wij alweer door naar de volgende wedstrijd. Competitiewedstrijd tegen Getafe. Die wij weer met ons B-elftal zullen afwerken. Dat houdt in Lafont, Roberto, Gomez, Umtiti, Digne, Sanchez, Gomez, Suarez, Mané, Alcacer en Hazard voorin. Dan gaan we naar Getafe. Ja, ik ken er geen één, om eerlijk te zijn. Goed, Yoda staat op rechts. Star Wars, je weet wel, het goede mannetje. Nee, geen gekheid. We gaan spelen. We zijn al bijna een half uur onderweg. En dan zien wij hier Roberto opkomen aan de zijkant. Wordt hier Suarez aangespeeld en die vindt Hazard, maar die schiet toch wel hopeloos voorlangs. Het is dat die Rozier hem nog aanraakt en het corner wordt. Anders had hij uitgegaan waarschijnlijk. Hier dan Hazard, nieuwe kans. Wordt vervolgens neergelegd. Hij kon nog wel schieten, maar ja, deze speler legt Hazard neer, krijgt er een rode kaart voor. Rolf Peltier, nooit van gehoord. Hij krijgt rood. Ja, is het terecht? Ik vind van niet eigenlijk. Hij maakt een sliding. Hazard gaat er gewoon overheen. Krijgt wel een penalty, scoort hij. En zo zitten wij op roze. 1-0 voor en een man minder voor Getafe. Het moet gewoon gaan lukken. Hier zo dan, Getafe gaat aftrappen. Sanchez die loopt gelijk door, pakt de bal af, gaat hier zijn man voorbij, gaat het penaltygebied binnen en schiet ook direct 2-0 binnen. Zo is het wel heel snel 2-0 en is dat echt een gigantische klap voor Getafe en een man kwijt en binnen een minuut gewoon 2 goals tegen. Nou, dat kom je niet meer te boven, zeker niet als je tegen Barcelona speelt. Deze 3 punten zijn gewoon in de pocket, dat kan ik je nu wel vast vertellen. Hier wordt Hazard aangespeeld, gaat de 16 binnen, schiet. Keeper houdt die bal er mooi uit. Dan krijgen wij een corner, maar dat werd vervolgens niks. Hier Mané dan. Mané op Hazard, goede bal. En Hazard, ja, dit keer is hij wel goed raak. Mooie goal van hem, zijn tweede. En wat is die man toch altijd belangrijk. Scoort veel. Ondanks dat hij in het B-elftal staat. Ja, Hazard in het B-elftal. Je verwacht het niet, maar het is echt zo. Dan Sanchez, hier op Mané. Mané die een redelijk goede wedstrijd speelde. Mag ook wel een keer. Een goede bal op Alcacer. Die houdt het overzicht op Hazard. En hij maakt zijn hat-trick compleet. Scoort zijn derde van de wedstrijd. Was een vrij simpele dit natuurlijk. Maar goed, hij moet er wel in. Alcacer goed gedaan hier ook. En Mané. Hazard een buitenkantje. En een doelpunt. Hier is ook Getafe geen 1. Schot op doel. Hazard scoort een 10. 3 goals natuurlijk. Assist van Mané, 2 van Alcacer, ook hij goed gespeeld. En zo zijn er weer 3 punten binnen. En gaan wij naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. En dat is een interland. We zijn natuurlijk bondscoach van Brazilië en we spelen tegen Spanje. Dus dat belooft wat. We beginnen met Alves, Marquinhos, Miranda, Silva, Marcelo, William, Casimiro, Coutinho, Lucas, Firmino en Neymar voorin. En dan gaan we naar Spanje. Ja, dat vind ik toch wel wat tegenvallen als je zo naar alle namen kijkt. Spelen ook heel verdedigend, 4-5-1. En dan met Negredo als spits, nou dan weet je het wel. We gaan beginnen. En het is echt heel een lastige wedstrijd, want je ziet hier al bijna het einde van de eerste helft. En hier krijgen we de eerste goede kans. Die gaat er wel direct in. Het is Firmino, die goed vrij loopt. Krijgt een goede paas natuurlijk hier. William dribbelt de 16 binnen, kapt, legt hem op Firmino en die schiet hem erin. Mooi goal, goed uitgespeeld. Krijgen we nog een vrije trap aan het begin van de eerste helft. Die gaat net naast, zo blijft het 1-0. Goed. Zegt alles over de wedstrijd, het was echt een hele lastige wedstrijd. Spanje dat eigenlijk niks deed. Hierzo hebben ze dan een kansje, begin van de tweede helft. Maar ze deden echt helemaal niks, ze verdedigden. Ze hadden eigenlijk geen eens balbezit, zoals je van Spanje zou verwachten. En zo worden ze hier terecht op 2-0 achterstand gezet door Casimiro, die goed was doorgelopen. Een paasje, Casimiro, puntetje langs de keeper en het is 2-0. Dan zou je zeggen, Spanje gaat het meer aanzetten, niks is minder waar.
Ze blijven gewoon verdedigen volgens mij. Of ze nou niet kunnen of niet willen, ik heb geen idee. Ze spelen thuis in het Bernabeu en dan verwacht je toch wat. En hier zo, goede redding van die keeper, dat dan weer wel. Casimiro pakt hier de bal af. Ziet Gabriel Jesus, die was ingevallen. Komt 1-op-1 op de keeper en die bal schiet hij naast. En dat is toch wel heel jammer. Goed, zo blijft het 2-0. Hebben wij gewonnen. 60% balbezit voor Brazilië. Nou, dat zegt genoeg, denk ik, over de intenties van Spanje deze wedstrijd. Was dit de laatste wedstrijd en gaan we hier nog even wat talenten bekijken. Wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie nog even wat te vragen. Wat vinden jullie van deze afleveringen? Laat het me even weten in de comments. Ik zit er zelf aan te denken om wat kortere afleveringen te maken en dan 2 wedstrijden per keer. Dat omdat het dan gewoon... Kan ik ook wat meer afleveringen maken? Zijn ze wat korter en misschien wat leuker om te kijken? Laat het me even weten wat jullie ervan vinden. Ik doe even een polletje rechtsbovenin. En dan ga ik jullie bedanken voor vandaag, voor het kijken. Als je het leuk vond, druk even op like, zoals gewoonlijk natuurlijk de vraag. En hopelijk zien we jullie de volgende keer weer. Bedankt en later.